Dames en heren, fijn dat u hier in zo'n grote getale met dit weer, want ik had het idee dat zonder met de schaatsen moest komen, hier bent. En ik laat u iets omhoog staan, niet omdat ik mij boven u wil verheffen, maar dan heb ik iets meer contact met u, met de hoeveelheid. En hij is er niet voor mij neergezet, het is voor een ander onderdeel van het programma, wat nog komt. Wees gerust, ik heb een minuut of acht. Ga ik van uw tijd nemen, omdat, noem dat maar, gedachtenmijmeringen met u te delen. Als ik het zo peil het afgelopen jaar, is er vooral behoefte aan zekerheid en aan duidelijkheid. En dan heb ik het niet alleen over het openbaar bestuur. En ik denk dat wij met de toekomststructuurvisie Parallel C Plus, in ieder geval die richting, qua duidelijkheid hebben gegeven. En dat zal nog een zoektocht zijn om daar te komen. En volgens mij gaat dat helpen als we dat openhartig en duidelijk aan elkaar af en toe uitspreken. Ik heb in het appel wat ik straks ga doen, een tweetal vragen op voorhand. En de eerste vraag aan u en aan iedere inwoner van Zandvoort is: welke bijdrage gaat u persoonlijk leveren aan de realisering van de Parallel C Plus toekomstvisie? U mag een afspraak maken, dat straks al, ik weet mij goed opgegeven. Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, daarvoor geldt ook dat appel, welk advies heeft u aan het openbaar bestuur om die parel nog meer glans te laten geven? En ik kan u daarbij één toezegging op doen. Ik ben daarvoor beschikbaar om daarover met u van gedachten te wisselen. Wat is mijn doel? Ik hoop dat wij hier volgend jaar weer staan en dat we dan met z'n allen concluderen. Het straalt. Het straalt nog meer. En dat wordt inderdaad een prachtige parel. Op vrijdag 20 maart van het vorig jaar sta ik met Jannie en Andor in de sporthal De Korver. En wij staan ter hoogte van de garderobe. Die sporthal is dan omgetoverd tot een feesttent. En waarom? De gemeente heeft op die manier geprobeerd de waardering voor die vele vrijwilligers, en ik ben daar onderdeel van, terug te geven. Die waardering voor al dat werk, die inzet en die betrokkenheid. En onder leiding van de portefeuille van Gert Tonen is dat feest georganiseerd. En dan ben je wel heel nieuwsgierig van hoe pakt dat uit? Wordt dat gewaardeerd? Valt dat in goede aarde? Dus wij dachten, laten we de rol omdraaien. En wat je dan ziet is dat meer dan de helft van die vrijwilligers zijn veel om die 50 jaar komen. En dat die ontzettend genieten en plezier hebben. En dus stralen. Inderdaad van het feest voor hen georganiseerd. En terecht. Want je zoekt af en toe manieren om die waardering terug te geven, omdat het zo uit het hart komt. En ik ben daar dan heel trots op als ik zo'n bonte mix van vrijwilligers in allerlei vormen. Een beetje nog in de vakantiestemming om 6:30 op het Gasthuisplein. En als ik daar oploop, dan krijg ik spontaan het idee om dat plein een andere naam te geven. Dat gaf mij het gevoel gastvrijplein. En wat je daar aantreft, is een grote variëteit aan eetkraampjes. Dat doet ze eigenlijk tekort, gelegenheden. Heel veel inwoners, vooral inwoners, maar vooral mensen die gezellig met elkaar praten. Oude hoeren in de goede zin van het woord. Lol hebben, plezier hebben. En dat komt dan doordat weer een aantal van die ondernemende vrijwilligers, ik zie ze daar staan, zelf voor culinair weer optuigen. En ook dat geeft hetzelfde gevoel. En dit zijn willekeurige voorbeelden. Er zijn er nog veel meer. De kern is wat mij betreft dat stralen iets is waar je zelf voor kiest en wat je kunt. En ik denk dat het besmettelijk is. Dat het dus overdraagbaar is en aanstekelijk. En ik denk, als wij als Zandvoort dat inderdaad zo gaan versterken, dat dan de hele omgeving jaloers naar ons gaat kijken. En hier ook wil komen en gaan meedoen. En dat zou denk ik heel mooi zijn. Ik heb vorig jaar ervoor gekozen om twee pluimen uit te reiken.
En ik heb mij voorgenomen om dat ieder jaar te doen. Ik vind het namelijk plezierig om ook gewoon af en toe eens iemand bij zijn naam te noemen en in die persoon die waardering terug te geven. En dit jaar doe ik dat aan de eerste plaats aan de Zandvoortse Reddingsbrigade. En inmiddels, maar Erik is er ook een receptie geweest. Wat mij frappeert is dat dat een club van vrijwilligers is. Die hebben een hard werkenseizoen achter de rug. Dat was natuurlijk fantastisch. Hoeveel maanden zomer hebben we nog niet gehad. Maar het is een hele tour geweest om wel die roosters vol te krijgen. Want dan heb je niet zoveel vrije tijd meer als vrijwilliger. En wat ik daar ook aantref is de combinatie van ervaring en jeugd. Dus een bouwen aan de toekomst. Die twee namen die ik noem zijn willekeurig, maar dat zijn twee jeugdige leden. Laura Mol en Patrick van Buringen. Die combinatie hebben en in hen wil ik die dag hebben verteld horen. Want je moet af en toe je oor te luisteren leggen. Op hem doe je nooit te vergeefs een beroep. En dan denk ik bij mezelf, ja, zal ik het dan noemen? Want stel dat u allemaal die grote getallen naar naartoe gaat. Dan moet hij misschien nee zeggen en breng ik hem in een onmogelijke positie. Maar ik denk toch dat ik het doe. Het is de drijvende kracht achter de voedsel. Paul Scheers. En ik zie gelukkig wat hoofd in. Dankjewel voor dat het voor de tweede pluim is. Ja. Als u dat toch zo vindt. En ook daarvoor weer diezelfde om de naam om vrij te plannen. Voor de indringende gedachtenwisselingen met u. Maar vooral met u een toast uit te brengen. Op een fantastisch, stralend, maar vooral gezond 2010 voor de gemeente Zandvoort. Op u! Okay.